van de coördinatie van de teamcaptains. Die staan al klaar om de prijzen uit te reiken. En die staan te popelen. En ik sta hier naast Chris. Hallo, daar zijn we dan. Dit is Chris. En ik ben ook Chris. Hey, ja. Toeval. En Chris is penningmeester en hij gaat samen met mij de prijs uitreiken. De bekerprijzen. En we gaan beginnen, Chris. Wie heeft de beker gewonnen voor de hoogste opbrengst? Het team. Het team. De vrienden. Joho! Nou, teamcaptain, kom erbij. Mark. Ik ga even, geef ze een dagelijkse applaus. Team de vrienden. Mark. Hoe is dat? Ja, geweldig. Niet verwacht. Totaal niet verwacht zelfs. Maar we hebben nog een kleine verrassing. Jongen. Ja, we waren nog niet helemaal klaar met ophalen. Dus we hebben nog een kleine bus met een bedrag. Ik weet het bedrag niet, maar er zit nog wel in. Chris, dat mag jij gaan tellen. Maar eerst nog een kleine toegift van Team de Vrienden. Dames en heren, het meest opgehaalde bedrag. Team de Vrienden! De bijna eindstand van dit team, want er komt nog elk uur geld op de bankrekening binnen en via de QR-code. Daar krijg jij ook meldingen van, toch? Als er geld binnenkomt. Daar krijg ik meldingen van. Maar het gaat om een bedrag van boven de 5500 euro. Woehoe! Ja, dat is mooi. Als we dan... Ja, dit werkt fijn. Vaker doen. Ja. Dan gaan we nu naar de beker voor de hoogste opbrengst per deelnemer. Chris, ja, kunnen we een beetje een soort trommelgolf met accordeon? Ja, Chris, daar komt ie. Team van der Valk Bouwmanlaan. Ja, kijk eens, hou maar eens goed omhoog. Hou maar eens goed omhoog, dat iedereen hem kan zien. Geweldig. Wauw. Ja, geweldig. En dan ben ik blijf nog heel even staan. Chris, wat is het bedrag wat is opgehaald? Dat is op dit moment boven de 125 euro. Maar ook hier komt nog steeds geld binnen. Ook een QR-code. Geweldig. Dames en heren, geef ze nog een dagelijks applaus. Dank jullie wel. Wie heeft de week gewonnen voor het team met de meeste loten? Team Ingrid. Yeah! Dan, ja, neem de week in ontvangst. Neem de week in ontvangst. Ik ga even in het midden staan, want dat kunnen jullie. Weten jullie zelf hoeveel loten je hebt verkocht? Veel. Veel, Chris. Belachelijk veel. Ja, het is waar, het waren er 3720. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou niet, gewoon verkopen. Ja, eigenlijk. De beker voor het kleinste team gaat naar welke personen? Wendy en Jacco. Kijk eens, daar zijn ze! Wendy! Wat een helden, wat een helden. Neem de beker maar gelijk in ontvangst. Die is voor jullie. 24 uur in je eentje lopen. En ik had jou al gevraagd, mag ik jou op het podium een vraag stellen? Dat wilden ze niet, want ik hou niet van aandacht. Maar ja, toch met een beker lokken we je een mooi podium op. Hoe is dat? Moe, maar voldaan. Dat is eigenlijk, denk ik wel, wat... Jacco, iedereen heeft jou wel zien lopen als een soort stoomlocomotief. Die lange man met die rode lichtjes achterop, zo in het donker. En ik ben vanochtend een rondje met je meegelopen en ik vroeg halverwege... hou je in voor mij? Toen zei je ja. Dus toen hebben we gelopen en ik kreeg het heet en warm. Maar jij hebt gewoon, kan je vertellen, Jacco, je bent 24 uur aan het lopen. Hoeveel kilometer heb je er nu op zitten? 112,5. Ik heb nog 2 uur, hè? Hij heeft nog 2 uur. Waar ga je voor, Jacco? 116 sowieso. Want 2018 heb ik na 21,5 uur op moeten geven. Dat was 115 kilometer, dus nu 116. Jullie mogen nog even blijven staan, want ik wil graag ook Karel naar voren roepen. Chris, leg even uit waarom we Karel op het podium vragen.
Ja, de prijzen die zojuist door deze Chris zijn benoemd, dat zijn prijzen voor het kleinste team. Maar ja, Karel, die maakt deel uit van het Westdam-team. Dat is een enorm groot team. Dus hij kan daarom niet de prijs voor het kleinste team winnen. Maar... daar hebben we wat op bedacht. Dit is de eerste keer dat ik het presenteer. En als ik dus deze helden zie, en jullie zijn allemaal helden. Jullie hebben allemaal gelopen, maar dit zijn, vind ik... unieke prestaties, 24 uur lopen. Daarom krijgen jullie deze unieke prestatie award van de 24 uur van Woerden. Dames en heren, geef ze een daverend applaus. En jullie mogen weer lopen, jongens. Geef ze nog eens een daverend applaus. Geweldig. En wij gaan door naar de verloting van de prijzen. En dan is nu het moment aangekomen dat we daaruit een lot gaan trekken. En wij gaan de loten trekken van de eerste drie prijzen. Dat weten jullie natuurlijk al lang. Ik heb het al horen zoomen. Dat gaat om een e-bike van Stoof Tweewielers. Een, een tv van de Expert. En bloemen tot december 2022 van Bloemisterij Pels. En we beginnen met... de derde prijs. Ja, oké, daar gaan we weer een beetje. Nou ja, helemaal diep. Daar zitten de bindende loten, dames en heren. Wat zal het zijn? Wat zal het zijn? 201-240. Ja, daar gaat hier doorheen. Ja, daar gaan we. Daar gaan we. De tweede prijs van de Smart TV van de Expert gaat naar 225-601. Alle prijzen zijn bij het inloophuis, worden meegegeven behalve de drie hoofdprijzen. Dan gaat iemand van het inloophuis, als hij je daar meldt, en bijvoorbeeld daar even voor aankondigen, met de winnaar naar de sponsor van de betreffende. Kijk eens, dat wordt een heel dagprogramma met een rondleiding door de winkel. Wij gaan naar de eerste prijs, de eerste lot dat wordt getrokken. Kunnen we daar met elkaar een beetje... Daar gaat hij. Ja, en het eerste prijs gaat naar lot nummer 201-150. Cor Bravour, zijn jullie er klaar voor? Maar los, losje, los. We vallen achter zouden, we zijn hier niet te houden, we gaan Holland toe. Waar is het beter leven dan bij je eigen vrouw? Ik was een beetje moe. En ook wel een beetje emotioneel. Om hier te mogen spelen. Op dit prachtige toneel. Als het moest 24 uur. Het maakt mij niet uit. Op dit avontuur, bij dit avontuur. Gaan we lekker door het geluid. Met het geluid van Purple Haze. Wacht af. Tot die jongens. En hij. Is niet te tellen. Ik ga zwemmen.
zie hier een opa met een klein kindje op schoot zitten. Ik schat zo mee dat u de ogen heeft. Hoe was dit voor u? Goed. Ja? Nou. Wat vond u het allermooiste? Aan de loop gisteravond. Indrukwekkend, hè? Ja. Teamcaptains mogen op het podium komen. Ik ga een paar mensen een vraag stellen. Ik ben allereerst benieuwd. Jacco, ja? Kom er eens even bij. Hoeveel kilometer staat er op dit moment op jouw klok? 120 plus een ronde, dus 121,2. Geweldig. Mag ik even tussen jullie in gaan staan? Van Friends for Owen, het team. Ik ben benieuwd hoeveel pannenkoeken hebben jullie gebakken? Zullen we zeggen? 300. Heel veel. 300 en 400 pannenkoeken. Wie ben je en hoe was dit? Ik ben Merel van de Voren en het was weer fantastisch. Ja, echt heel mooi. En concreet, wat was er weer fantastisch? Ik ben echt super trots op mijn team. We waren maar met 25 mensen, maar super warm, mooie gesprekken onderweg, prachtig weer, super plek. Dus ik ben heel blij. Mevrouw Team West dan, hoeveel rondjes heeft u in de benen? Ik heb niet heel veel in de benen, want ik had 90 lopers, dus die moest ik allemaal op het parcours zetten. Ja. Hoe was dit voor u? Nou, dit was niet de eerste keer. Dus op alle keren was ik teamcaptain en het was weer gewoon fantastisch hier. En ja, in het Westdam Park, mooier kan het niet. Team Westdam. Daarom. Dat is een thuiswedstrijd, geweldig. Wat was voor jou een hoogtepunt? De stilte vannacht. En door de lampionnen rijtjes heen lopen, dat heeft een beleving. Dan voel je echt waar je het voor doet. Heel mooi. En waar heb jij het voor gedaan? Ja, voor dit fantastische doel. En dan we hopen dat er natuurlijk heel veel mensen kunnen genieten en plezier kunnen hebben van de opbrengst straks. Maar daar doe je het voor. Ik heb jullie nodig en de teamcaptains ook. En daar gaan we van 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Dus de 24 uur zat erop en ik loop even het publiek in. Ik loop hier bij een meisje als je mij niet ziet. Hoe was dit voor je? Leuk. Wat vond je het allerleukst? Rondjes lopen. Hoeveel rondjes heb je gelopen? 3. Oh, geweldig. Kijk eens. Wacht, ik wil je even op. Komt ie. Ja, dit is hem! Geweldig, 3 rondjes. Zo zijn er mensen die 1 rondje hebben gelopen. Er zijn mensen die 3 rondjes hebben gelopen. Ja, ook. Oh. Zijn jullie wel teamcaptain? Oh. Mooi hè, moet je eens kijken hoeveel mensen hier staan. Dit is toch geweldig, kijk eens even. Geef ze nog eens een dagelijks applaus jongens, de teamcaptain. Kunnen jullie even voor de foto iets meer... Ik zie niet iedereen. Ja. Die kleine vrouwtje achter in de voren. De fotograaf vroeg of de kleine vrouwtjes van achter even naar voren kunnen. Dat waren niet mijn woorden. Nog even voor hem. Ja, nog eentje daar, maar dan kom ik ook erbij. Oh, Jezus. Jan. Jan wil niet zijn. Liggen. Ja, liggen. Inderdaad. Blijft u maar liggen, dat vind ik goed. Nee, jullie mogen blijven staan. Toch? We gaan jullie niet langer in spanning houden, want nu is het moment dat we de checks gaan overhandigen en het bedrag bekend gaan maken. Wat jullie met z'n allen en jullie teamcaptains hierachter gepresteerd hebben deze dagen en al die voorafgaande maanden en door de corona moet ik zelf zeggen jaren, ja, dat overtreft alle verwachtingen. 9000 euro! Wow!
100 en wie had dat ooit durven denken? Dat is toch waanzinnig? En moet je kijken naar Chris, hij is penningmeester. Dit vindt hij het mooiste van de middag. Dit is fantastisch. Ja, maar ik mag het alleen maar langs zien komen. Hè? Jullie brengen het. Ik geef het nu weg. Geweldig, geweldig. Gieneke, dan is nu het moment aangekomen. Ja, je moet stap voor stap. Eerst het totaalbedrag, heel goed, correct. Dan mag jij nu de cheque overhandigen en dat mag je dan ook onthullen. Want het is voor hun nog een verrassing. Ja, daar komt hij. Ik mag jullie deze cheque overhandigen van 36.000. Jaap, jij gaat over het project Kwaliteit van Leven. Hoe is het om zo'n bedrag in ontvangst te nemen? Ik ben er echt een beetje stil van. Zoveel mensen, zoveel toewijding. En dan zo'n bedrag, onwijs bedankt. Echt, ik ben er echt stil van. Nou, namens de foundation van Prinses Maxima Centrum wil ik jullie enorm veel danken voor jullie inzet. Echt waanzinnig. We gaan hier echt, nou, zoals Jaap zegt, iets heel moois van maken. Dank jullie wel. Super. Chris, dan is nu het moment daar dat jij de cheque mag overhandigen aan Adrie. Adrie zit al te rekenen. Zie hem glimmen. Ja, die direct al hoor. Toen hij de cheque van het Maxima Centrum zag, zag ik Adrie rekenen. Ja. Nou, dan hoeft de cheque ook niet meer toch? Dan zit het erop. Ik denk dat hij toch nog wel wil hoor. Hij wil het graag bevestigd zien, zo ken ik hem ook wel. Ja. Maar mag ik. Ga je gang. Wij mogen aan het inloophuis een bedrag van 73.000 euro. Het eerste wat ik denk is, wat was hier weer mooi, deze editie. Zoveel mensen, met elkaar en voor elkaar. Dit is de kracht van woorden. Ja, en dan dit bedrag, ja, ik heb Chris 24 uur zitten zeiken tegen zijn hoofd van, hoeveel is het? Hij zei, ja, valt een beetje tegen. En nu dit. Ja, geweldig. Hiermee kunnen wij weer door voor onze gasten. Geweldig. Ik zeg tegen iedereen die mee geholpen heeft, uit de grond van mijn hart. Dank. Dankjewel, Adrie. Dankjewel, Adrie. Blijf staan. En daarmee zijn we nog niet klaar met het programma. Ik zou zeggen, we gaan nog een feestje bouwen. Onze DJ Sander van Rooij. Rooijen. Prima. Sander, DJ Sander. Dames en heren, hartelijk bedankt voor jullie komst. En daverend applaus voor jezelf, voor de teamcaptains, voor alle organisaties die hebben meegewerkt. En ik zou zeggen, DJ Sander. Oh, love.
You never want.